Voor het eerste gevecht van de avond. Vechtend uit de rode hoek van Husdinio Gym, Arda Gambas. Ja, hier komt Arda, onze jonge talent. Arda Gambas neemt het op tegen Milan Jerrit. Heel veel geschitterd op de trainingen. En we gaan zien wat hij vandaag kan laten zien. Hier storen we niet, Onze Arda Gambas is in de ring nu, naam van Husdinio Gym. Daar is de tegenstander Milan Gerrits van Cobra Gym. Het gaat een interessante jeugdpartij worden. De twee jongens zien er even lang uit ongeveer. Dus we gaan zien wie dan de betere combinatie gaat uithalen vandaag. Inderdaad, even een dikke proficiat aan de ringspeaker. Die heeft het evenement goed afgetroppen. Geweldige goed performatie van onze Emre. Zeker weten, Emre Tiren als ringspeaker voor een tweede jaar opeenvolgend. We gaan wat te zien krijgen deze show vanavond. Hé, hey, maar die jongens zijn 11 en 12 jaar, hè? Ja, echt respect voor die jongens dat die daar voor zo'n groot publiek ook durven te staan. Zeker weten, zeker weten. Dat is een punt waar je veel respect op moet geven bij de meeste vechters. De meeste mensen onderschatten dat. Maar zo trainen, in een ring gaan en vechten is niet zo simpel als het lijkt. Inderdaad, inderdaad. Je moet u zeker van uw beste kantje laten zien. Ja, dat is niet makkelijk, hè. Als je 11 jaar, 12 jaar bent, dan heb je toch wel stalen zenuwen nodig om hier aan te kunnen deelnemen. Ja, veel stalen dingen. De fans staan al klaar voor Arda Gambas. Hoor eens wat een atmosfeer. Respect van beide vechters, beide trainers ook. En we wensen ze allebei succes. Veel succes aan Milan en Arda. Let's fight! En hiermee begint het eerste potje van de avond. En we zijn onderweg. Mooie duwtrap van Milan. Gaat Arda op afstand proberen te houden. Arda moet naar binnen werken. Te opletten voor het hoofd. Arda mooie box aan trappen en combineren. Milan met mooie lange beide beenwerk. Ze hebben een goede fanbase bij alleszins. De sfeer die zit er al in. Sowieso. Beide vechters gebruiken hun benen ook goed, maar ik zou liefst wat meer handjes willen zien. Ja. Nu, het probleem bij jeugdgevechten is, omdat ze zo actief zijn, wordt er eigenlijk meer gekeken naar die trappen. Omdat het meer lichaam en beenwerk is hier. Juist. Want het hoofd is niet toegestaan. Juist. Stoot op je lichaam, hè? Stoot op je lichaam, hè? Ik denk het niet. Dus alleen lichaam en beenwerk, dus trappen gaan meer evident zijn in deze partij. Mooie eerste ronde van de twee jonge talenten. Van de hele avond, dat was een goed begin om de avond. Einde van de eerste ronde. Arda met zijn zelfvertrouwen
En zijn wandel ziet je het ook. Milan die krijgt ook wat motivational speeches van de coach. Milan is ook heel goed bezig. Ja. Een mooie start gemaakt aan de partij. Veel afvaltrappen. Probeert de iets wat kleinere tegenstander op afstand te houden. Dat is een hele slimme gameplan van Milan. Arda gebruikt tijdens de eerste ronde ook goed zijn frontkick om die afstand juist te bewaren. Ja. We kijken bij de tweede ronde. Tweede mooi ronde weer die afvaltrap van Milan. Tweede ronde is meteen al knallend begonnen. Ja. We zien weer dezelfde trappen terugkomen. Ja, er zijn veel dezelfde trappen. Arda moet deze beginnen te checken. Mooie combinatie van Arda. Klopt, op die manier beschermt je jezelf en straft je je tegenstander omdat hij u zijn trappen. Ja. Ja. Waardoor die minder geneigd gaat zijn om nog eens te trappen. Checks zijn key. Arda ziet er alleszins nog heel zelfzeker uit. Sowieso. Bij de vechters zit ook nog boordevol energie. Ja. Die duwtrap is een probleem voor Arda wel. Die laat hem niet engagen. Oeh, dat was een... Ja, dat was iets. Mooie boxcombinatie op lichaam, mooi aan het overpakken Arda. Maar Milan is het startoffensief aan het geven. Beide vechters zijn heel goed bezig. Einde van de tweede ronde. Tweede ronde is ook heel goed vlot verlopen. Een heel goede ronde van de derde ronde. Twee jonge talenten. Ze zijn echt goed bezig allebei. Arda moet iets meer naar het lichaam gaan. Naar de benen gaan, sorry. Vind ik persoonlijk. Voor dan, als je na een tijdje wat damage begint te pakken op die benen, dan gaat hij ook moeilijker omhoog. Ja. En Milan met zijn duwtrap is nu een probleem voor Arda. Ja. Dat Arda nu de iets kortere vechter is, inderdaad, moet hij meer binnen kunnen geraken. Qua lengte heeft Milan inderdaad heeft een klopt. Een dat lukt niet met die duwtrap. Ja. Het is ook voor die reden dat ik graag zijn handen meer, meer actief zou willen zien. Omdat hij dichterbij moet zijn en daardoor is de handen gebruiken logischer. Exact. Derde ronde is bezig. Arda, mooie box aan trappen. Heel mooi, Arda. Het publiek wordt wild. Het publiek zit te schreeuwen. Nou, als je hier gaat kijken, heel mooie leverstoot en low kick van Arda. Kijk, heel mooi. Elke keer is die raak. Ja. Milan is wel mooi aan het counter met zijn trappen. Maar Arda is gewoon aan het tanken nu. Arda, kun je precies ook geen pijn doen. Ja. Die stopt niet. Die gaat dat was op gezicht. Ja. Daar was een stoot op gezicht. Milan die krijgt veel trappen kwijt. Ja. Maar Arda die zegt... Arda bring it on. Niet onder de indruk. Inderdaad. Arda moet nu actief eindigen. Het belangrijkste is het einde van deze ronde. Ja. En dat was het dan voor deze jeugdpartij. Proficiat einde van de derde en laatste ronde. Zeer goede wedstrijd. Respect van beide vechters naar elkaar, dat zien we altijd heel graag. Ja, die sportiviteit, die zit er altijd goed mee. Die moet er van jongs af aan in zitten. Misschien moeten we de commentators ook eens voorstellen. We zitten hier met Zia. Yes. We zijn met ringspeaker Emre Tiren. Vanuit het podcast Het Perspectief is hij uitgenodigd geweest. En dan mijzelf, Imran Doan. Ook vanuit het podcast Perspectief. Hier om dit evenement te bekritiseren. Live. Yes. Dat is onze bedoeling. Nu gaan we een herhaling zien van de acties in de partij. Je ziet een mooie middeltrap van Milan en Arda countert mooi met de stoot naar lichaam en de binnenkant trap. Dat zag er op zijn minst pijnlijk uit. Ja, sowieso. Is een moeilijke vecht om te scoren, hè? Moeilijke vecht om te scoren, hè? Ja, dat is altijd bij jeugdpartij, want dat is meestal dat in en uit, dat die hele tijd in elkaar zitten. Ik denk qua druk zetten dat het voor Arda gaat. Maar als je naar afstand houden gaat kijken, Milan heeft ook heel goed gedaan. Dus het gaat een moeilijke partij worden om te scoren. Maar ik heb wel een voorgevoel van de winnaar. Voilà, we zetten de beker al klaar. Ik denk persoonlijk dat het voor Arda is.
gaan we zo dadelijk weten. Not biased natuurlijk. Maar ik denk persoonlijk dat het Arda is. De beslissing van de jury is onbeslist. Dat is een onbeslist. Voilà. Ja. Respect aan beide vechters. Inderdaad, alle beide vechters hebben heel goed gedaan. Ja. Heel goed gedaan. Het was een moeilijk gevecht om te scoren, zeker weten. Meestal bij jeugdpartijen, omdat er niet gemakkelijk een conclusie is, is het moeilijk om één kant de winst te geven. Ja. Maar de bedoeling is dat ze in de ring gaan, dat ze ervaring opmaken en dat ze eigenlijk een carrière kunnen uitbouwen. Ja, voilà, of inderdaad, voilà, klaar zijn voor later. Een mooie resume, een mooie cv kunnen opbouwen, goed genoeg oefenen. Ja. Hier nog eens een herhaling van de partij. Mooie duwtrap en Arda mooi gecounterd met die low kick. Altijd mooi afgerond met de trap en Milan is mooi gecounterd met die bodyshots. Ja, daar was ergens een gezichtsstoot die ik had opgemerkt.